iets bij mijn leden komen. En ik heb genoeg applaus. Ja, hij is erbij, hij is erbij aan de koffie. Ik geef gewoon meteen een microfoon, dan moet ik het eerst even halen. Hey, je hebt hem gevraagd, als je geen filmpje hebt, neem een voorwerp mee. En wat zien we hier? Dit is het boek Sudalama. Ja, ik had eigenlijk geen voorbeeld, omdat iedereen heeft een clubje opgenomen of met zijn oma of opa, maar ja, die heb ik niet meer. En dus hier stond mijn vader in, omdat mijn vader vroeger profvoetballer was. Maar ja, dat talent heb ik niet overgenomen. Ik houd er veel van in. Maar het muzikale heb ik wel overgenomen en dat was wel echt van de Indische kant. Ja. En ik kreeg mijn eerste gitaar toen ik 8 was. En daar hebben we er zeg maar voor gezorgd dat ik het erg leuk ging vinden. Ik heb mezelf verder geleerd. Hey, en waarmee gaan we ons verrassen, verblijden? Ik ga een stuk doen van Tom Emanuel in classical jazz. En dat is fingerstyle gitaar. Ja. En dan kan ik het zeg maar in mijn eentje doen. Oké, we zijn heel erg benieuwd. Ik ga in ieder geval, dames en heren, nog een geweldig applaus. Komt u in!
Nice, heel nice. Ja, en Tommy Emmanuel, het is niet het makkelijkste werk. Leroy. Leroy staat te trappelen. Gast. Dankjewel, Leroy. Dankjewel. Nee, maar wat ik heel vet vind, is dat als ik jou zo hoor, dan doet me dat ook een beetje denken aan mijn eigen pa. Die deed ook van alles en ik kan dat gewoon helemaal niet. En het is niet dat ik het niet kan, maar ja, ik ben gewoon te lui. Maar ik vind het gewoon vet. Ik vind het gewoon heel vet. Het is een beetje een soort van save the best for last-achtig dingetje. Terwijl de rest echt super goed bezig is, weet je wel. Dus het wordt echt wel een beetje tricky voor ons allemaal om een beetje echt alles bij elkaar te moeten gaan vergelijken. Ik bedoel, kun je zingen of niet? Nou, liever niet. Toch Emmanuel ook niet hoor. Doen! Geen beste maar... zanger. Nee, maar wat ik even wilde zeggen, dat is, misschien ben ik wel een beetje bevooroordeeld, maar dat is omdat ik dan een beetje weer terugdenk aan mijn pa en dat hij dan ook zo aan het spelen was. Maar ik vind het gewoon echt, ik vind het echt heel vet. Maar ja, ik vind eigenlijk alles wel heel vet wat vanavond voorbij is gekomen. Ja, nou geef mooi ik hem commentaar. Even door. Ja, doorleggen. Ik wil nog iemand horen. Okay. Wie? Ja, Ruben. Ja, nee, ik sluit me ten eerste aan bij alles wat Leroy zegt. Maar het is natuurlijk ook... van vanavond wat er gebeurt, ben jij een soort van vreemde eend in de bijt. Je brengt een hele andere discipline. Dus dat wordt inderdaad nog best wel een opgave voor ons. Ik wil sowieso eigenlijk van iedereen die hier vanavond een ding doet, wil ik eigenlijk het telefoonnummer hebben voor, je weet maar nooit. Maar het is super tof. Gaan we regelen. Wat ik eigenlijk eerder wilde zeggen ook, ik kwam misschien hier, moet ik eerlijk bekennen, dacht ik iets wat te licht over wat hier vanavond zou gaan gebeuren. En er is zoveel talent en het maakt mij ook echt extra trots op de roots die wij hebben. En ik denk, ja, het is eindelijk dat dit nu gebeurt, maar dat moest eigenlijk al lang gebeurd zijn. Maar even specifiek terug naar jou, het is ja, super vet wat je daar neerzet, man. Het wordt een bittere pil voor ons, zo direct. Ja, mooi commentaar. Nou, blij mee. Ja, zeker. Hey, Yves, wacht. Heb je Tommy Emmanuel ooit al een keer ontmoet? Nee, niet ontmoet. Ik heb hem wel 3 keer gezien. Nou, ik met dit spel, je gaat hem een keer ontmoeten. Ik voel het. Dank u wel. Geef hem. Oh, Eef. Nog even naar de jury. Dit is talent. Kijk, het zijn allemaal, weet je, iedereen die meedoet, echt super. Hè? En ik ben vol lof voor iedereen, maar dit is talent. Dit is, ja, dit is de shit, weet je. Ik bedoel, dit is waar ik veel te kort nog in kom. Weet je, in het gitaarspel. Ik ben blij dat mijn stem me af en toe of vaak niet in de steek laat. En vaak ook wel. Maar als ik maar 10% van wat jij laat zien zou beheersen, dan. Ja. Dan staan alle deuren open, man. Die deuren, weet je, dit is. Talent, man. Talent. Ja, oh, dat is allemaal. Jij gaat zo waggelen met al die veren. Hij waggelt zo van het podium. Heb je op les gezeten of is het gewoon vanuit jezelf? Nee, ik heb het zelf aangeleerd. Echt? Nou, wat... Het talent is dus dat, wat ik zo leuk vind. In principe ben ik ook opgegroeid met een hele muzikale vader. Die had een indoor rockbandje, Boy and His Rolling Kids. Een oom die de Hot Jumpers deed. Dus ik zag elk weekend zag ik of mijn broers of mijn ooms tokkelen op zo'n gitaar. Weet je? En op een gegeven moment zie je dat niet meer om je heen. Dus om nu nieuwe generatie ook zichzelf aangeleerd zoiets te doen, vind ik echt super om te zien. Nou, we gaan nu kijken of hij waggelt. Dames en heren, nog één applaus. Hier, dames en heren. Ja hoor, daar gaat hij. Al die veren van de jury. En het is nog niet eens afgelopen.